fantastisch dat jullie allemaal tijd vrij willen en kunnen maken. En dat jullie hier zijn in deze turbulente tijd van verandering. Want daar gaat ook even mijn verhaaltje over. Wat wordt er uitgedeeld? Een koekje met een stand, met de mooiste toren van Nijkerk, Stans. We hebben een jaar geleden een bakkerij ten haven gevraagd. Ja, we hebben de mooiste toren. Maak je ze een Stans of laat die ze het maken? Hebben ze gedaan. Ik denk, ja, dan moeten we daar ook koekjes bestellen. Stans, dan moet je ook gevoel gaan geven. Lekker roomboterkoek met de toren, met het logo van de toren. Op dit briefje staat, samen Nijkerk, samen sterker. Ik was getriggerd een paar weken geleden dat er een brief stond op jullie gemeentehuis, op ons gemeentehuis. Wij zijn die en die dag dicht. Nou, dat is nog niet wat. Verder lezen. Ik denk, ze gaan de hei op. Wat gaaf zeg, wat bijzonder. En wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren? Dan ben je gaan verdiepen. Daar is dus deze actie uit voortgekomen. Ik denk, dat vraagt ook een reactie van de burger. En de burger, dat zijn wij. Anders werken, dat is andere koek. Daarom symbolisch een heerlijke koek met het logo van onze mooiste toren. Wij zijn blij met de verbinding. We wensen jullie heel veel succes met het uitrollen van een andere manier van werken. Dit wil ik aan jullie vragen of jullie dit zometeen zelf een koekje mee willen nemen. Ook willen zorg dragen dat al die koekjes op de juiste plek komen. Dat niet 1-10 koekjes opeet. Maar dat iedereen even het koekje ook mee naar huis neemt. En ja, ik zou het ook leuk vinden als er mini gesprekjes door ontstaan. Ik ben echt onder de indruk van ongelooflijk veel expertise hier is. Ik was daar helemaal niet bezorgd over. Ik had ook helemaal geen voordelen erover. Maar het is buitengewoon hoeveel expertise er is. Maar het is soms ook buitengewoon schrikwekkend dat burgers denken dat ze het allemaal zelf heel goed weten. Dat is de andere kant van het verhaal. En om dat samen te brengen, dat lijkt me een hele uitdaging. Dat is een verdeling van wat jullie van de burger verwachten. En dat de overheid een terugtredende overheid is. Maar aan de andere kant is er heel veel te bieden. En willen jullie ook heel veel nog geven. En hier gewoon volop is ook heel hard nodig. Dus dat wordt denk ik wel een uitdaging. Deze twee hier. Eerste slachtoffers. Ja. Meneer. Dankjewel. Ik geef u het koekje. Fantastisch. En wie had je nog meer? Die, met die stoere meneer met die... Ja, met die oranje jas. Alsjeblieft. Ja, hartstikke En heel veel succes. Dankjewel. Ja. Dat gaat lukken.